Want vandaag is de challenge degene die het langste op de balk blijft, wint. Je loopt achteruit terug, je tikt achter de balk aan en je komt weer naar voren. En dat doen we even 5 keer. We hebben een duidelijke voorloper, dat is Timo. Timo die is het snelst. Lars, top. Gebracht. Top, top. Lekker. Boom. Nu mag je weer even je ding doen. Ga lekker liggen, ga lekker zitten. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag sta ik in Gimmickcel. En ik sta niet zomaar in Gimmickcel. Vandaag gaan mijn vrienden strijden om een supermooi bedrag. Ik heb namelijk hier in mijn zak 300 euro. En zij kunnen die verdienen. Vandaag is het niet 300 euro voor degene die wint. Nee, vandaag krijgt degene die wint 150 euro. En mag degene die wint 150 euro doneren aan het doel wat zij hebben uitgekozen. Dan win je toch wel wat, dus kan je lekker meedoen. Maar geef je ook iets aan iemand anders terug. We hebben vandaag Boas. Hey. Hoe gaat het? Goed. Mooi. Wat is je tactiek? Lang op de bank blijven. En wat is je goede doel? De Hartstichting, want ik heb er hartstikke veel zin in. Nice. Hey. We hebben Tim. Tim, ja. Hoe gaat het? Goed. Heb je zin in? Zeker. Wat is jouw tactiek? Op de bank blijven zitten. Hetzelfde als Boas eigenlijk. En wat is je goede doel? WNF. Nice. Lars, ja. Hoe gaat het? Goed. Mooi. Wat is je tactiek? Winnen. Ook goed. Wat is je goede doel? Mijn goede doel is SOS Kinderdorpen. Oké. Okay. We hebben Timo. Hoe gaat het? Goed met jou. Ja, gaat lekker. Wat is jouw tactiek? Ik heb niet echt tactiek. Oké. Okay. Timo, wat is je goede doel? Iets met kankerfonds vind ik wel echt top. Ik heb vandaag de hulp ingeschakeld van Superopa. Die gaat mij helpen met de challenges die de deelnemers moeten doen. Jazeker. Jongens, kies een mooie balk uit. Want vandaag is de challenge degene die het langste op de balk blijft, wint. Ga er eerst even gewoon op, alsjeblieft. We hebben team zwart en dat is Tim. We hebben team groen. Hey, dat is Boas. We hebben team rood, past een beetje bij Timo. En we hebben team blauw. Sorry Lars, ik kon geen gele vinden. Nee, ik had graag voor jou een gele gevonden. Blauw is tegenovergestelde van geel. Vanaf nu mogen de deelnemers niet meer van de balk afkomen. We hebben voor deze challenge 3 uur gerekend. Dus om de 20 minuten komt er een challenge. Het kan zijn dat ik tussendoor nog wat korte challenges doe. Maar voor de komende 20 minuten mogen ze even lekker hun ding doen. Of willen jullie nu alvast een kleine challenge? Ja. Ja, maar dit is echt heel kut. Merk ik nu al. Dan gaan we beginnen met een challenge. En Timo is iets aan het doen wat niet zo heel handig is. Jongens, nog even één duidelijke regel. Alleen hierop mag je zitten, staan en niet daar beneden. Inderdaad. Nog één keer spanken en je bent af. Nee. Hij heeft je gemist, dus je mag van geluk spreken. We gaan naar de allereerste challenge. En bij deze challenge, ik heb eigenlijk nog niet bedacht welke challenge ik ga doen, dus moet ik nog even bedenken. De allereerste challenge is een test hoe goed de balans van de jongens is. Jongens, jullie mogen allemaal naar de voorkant van de bal komen. Lars, ik vind het top dat jij jouw kleuren echt represent. Ja, ik represent. Dat je echt voor die kleuren strijdt. Dat is top, Timo. Ja, je bent goed aan het lopen. Boas, dit duurt een beetje lang. Ja, gast, ik ben bang. Deze poten van die van mij en Timo zijn een stuk minder breed, dus deze wiebelt wat meer. Oké, staan. Tim omhoog. Oh, Boas omhoog. Ja, Timo omhoog. Dan zelf moest de blinddoeken. Nee, dat was niet het idee. Oh, dan moet ik gewoon dit doen. Ja. Nou, Engelbert, vertel jij eventjes de challenge. Nou, volgens mij gaan we nu gewoon 5 keer op en neer. Oeh, die had je gemist. Hij lag er bijna naast. Je loopt achteruit terug, je tikt achter de balk aan en je komt weer naar voren. Maar en dat doen we even 5 keer. Ja. Nu achteruit. 5 keer. Ja, dit is top. Nou, ik denk Engelbert is iets te streng. We doen het 3 keer. Niet 5 keer, 3 keer. Ja, we hebben een duidelijke voorloper, dat is Timo. Timo die is het snelst. Lars, top. Gebracht. Top, top. Lekker. Boom. Nu mag je weer even je ding doen. Ga lekker liggen, ga lekker zitten. Doe wat jou comfortabel maakt, zolang je maar niet de grond aanraakt en iets anders dan de balk. We gaan even een stopwatch aanzetten. Ze zijn zo ongeveer al 5 minuten bezig. Maar nu weten we hoeveel we daarbij op moeten tellen. En dan gaan we kijken hoe lang we uiteindelijk op de balken staan of zitten. Timo en Boas zijn lekker aan het chillen. Lars is lekker aan het zitten. En Tim die doet de tactiek die hij in Lars' video ook deed. Staan? Ja. De vorige keer dat ik hier een challenge over deed was op de trampolines daar. En toen won Melchior. Dus laat eventjes weten wie jij denkt dat deze challenge gaat winnen. Ik ben heel erg benieuwd. Wat is jouw gokje? Ik denk dat Tim gaat winnen. Nou, jullie mogen het ook eventjes hier beneden achterlaten. En we gaan het vanzelf zien wie er gaat winnen. Team heeft dus een stok in, weet je. Hey! Timo, jongen. We zijn letterlijk 6 minuten bezig plus 5. Ja, we zijn 11 minuten bezig. Die stok ging in één keer schoof weg en ik gleed van... Oh, dit is
is zo... Ik zei nog, ik riep, Mees, Tim heeft de stok en kan zichzelf wat op leunen. En toen gleed hij weg. Ja, het is wel karma. We hebben Tim, we hebben Boas nog en we hebben Lars nog. Lars, wij gaan eventjes iets leuks doen. Wat is? Verplaatsen van balk. Ja. Ja. Oké. Ja. Verplaatst. Nu zitten jullie allemaal weer lekker dicht bij elkaar. 11 minuten en Timo ligt er al uit. We hebben zometeen een allereerste challenge. En wat doen we daarvoor? We hebben 3 bekertjes. En onder 2 bekertjes zit een challenge. Challenges zijn als volgt. Eentje is 5 push-ups op de balk. En de andere is een rondje om de balk. Eentje zit niks onder. 3 mensen gaan allemaal 1 bekertje kiezen. En degene die de challenge niet hoeft te doen, heeft geluk. Maar degene die wel een challenge moet doen, moet hem uitvoeren. Halen ze hem niet, liggen ze eraf. Vallen ze, liggen ze er ook af. Ik heb 3 bekertjes staan. Jeetje. 1, 2, 3. Ja, 3 bekertjes. En er zitten challenges onder de bekertjes. Jullie mogen met elkaar steenpierschaar doen. En degene die wint, die mag een bekertje kiezen. Dan degene die tweede is. En daarna de laatste. Jongens, ik zou zeggen 3, 2, 1. Steen, papier, schaar. Boas wint sowieso. Wie wordt tweede? Steen, papier, schaar. Oké, Lars is laatste. Lars mag laatst kiezen. En Tim is tweede. Boas, welke van deze 3 bekertjes ga jij kiezen? Engelbert om een tip en hij zei nummer 1, dus dat vertrouw ik niet. Dus ik doe nummer 2. Tim, Boas. Nummer 2 kan niet meer. 1 of 3? 3. Lars 1. Komt-ie. Lars heeft geen challenge. En Lars, ik denk dat je heel veel geluk hebt. Je moet me altijd vertrouwen. Boas, wat wordt jouw challenge? Lees hem voor. Geef €500 aan superopa. Oh. Oh nee. Rondje om de balk. Een rondje om de balk, dat mag je meteen gaan doen. Als je er afvalt, lig je er natuurlijk uit. Het zou zonde zijn, want we zijn nog niet zo lang bezig. Ik denk dat je dit zou moeten. Ik hou hem hier wel gewoon vast. Ja, ja. Ja, ja. Rondje afmaken, rondje afmaken. Rondje afmaken. Ja, ja, Boas. Niet opgeven. Niet opgeven. Ja, ja, ja. Ik heb hem. Ja, nice. Oh, dit was close, maar je hebt hem. En nu is als laatste de challenge van Tim. 3 push-ups op de balk. Dat is 1. Doe je goed. Te doen. Dat is 2. Ik kijk even naar die houding. Dat is netjes hoor. Dat is 3. Nou, top Tim, je bent ook klaar. Jullie hebben met z'n drieën de allereerste, nou eigenlijk tweede, challenge doorstaan. Terwijl Timo nog ondertussen daar lekker op de grond aan het liggen is. Het is tijd voor iets minder leuks van deze challenge. En dat is namelijk... jullie telefoons in leven. Ja. Sunny side up. You know. De laatste telefoon. Opladen zit in mijn jaszak. Nou, toch? Ik heb alle telefoons en die krijgen ze voorlopig niet terug. Misschien door middel van een challenge, maar we gaan het vanzelf zien. We gaan eventjes lekker wachten. Ze zijn lekker aan het genieten. En wij gaan even lekker even een muziekje opzetten. Gaatje. Oké, we hebben er één. Nou jongens, even genieten van dit mooie liedje. Dit is echt top. Dit is echt top, jongens. Wat is dit? Dit is 10 uur de poepsong. Wat vind je hiervan, Lars? Ja, ik vind het wel grijtig. Ja, dat is toch top. Ja. Gaat het nog goed, Tim? Ja. Ja? Top, mooi. Voor €20 stapt iemand eraf. Je mag hem helemaal zelf houden. €20. Ik ga er per ongeluk een keer afvallen. En dan heb ik niks. Nee, dat denk ik niet. Jij zit wel steady hoor. We zijn al eventjes bezig en we zijn bijna bij de volgende challenge. Deze wordt heel leuk. Oké, dit is genoeg. Zitten we er allemaal nog lekker bij? Nee, Lars heeft er geen zin meer in. De volgende challenge is dat jullie allemaal in plankenhouding mogen gaan staan. Maar dat kan niet 15 minuten mee. Nee, dit is ook niet 15 minuten. Drie kwartier. Plankhouding, jullie mogen het allemaal lekker gaan doen. Op drukstand, dat bepalen we onderweg, maar... Nee, dat moet je van tevoren even aangeven. Het wordt 2 minuten, maar als ik zie dat er meerdere mensen tegelijk struggelen... Stop, kan. Maar 2 minuten is het maximum, ja. Ja. Oké, en 3, 2, 1, go jongens. In plankhouding. Iedereen, als er iets misgaat, dan is het altijd heftiger op. Dit was 1 minuut. 1 minuut. Wie nog een minuutje extra doet, binnen 5 seconden, die krijgt zijn telefoon voor een kwartier. Dat moet ik niet. Nou, daar gaat Tim. 1-0. Stop maar. Nice. Wil je telefoon of wil je telefoon niet? Wat krijg ik als ik hem niet neem? Wil je? Even 2 minuten even beentje trekken. Je krijgt 1,5 minuut de tijd om lekker op de verbreding te gaan staan. Je kan gewoon eventjes staan. Maar wat de rest nog niet weet... De volgende challenge kan je ervoor zorgen dat je 15 minuten op de verbreding mag staan. Dus Tim heeft nu 1,5 minuut. Maar straks kan je dus 15 minuten krijgen, Boas. Mag hij ook hier bovenop dan? Nee, hij moet op de grond. Is het lekker? Ja, is het top. Het is echt fijn even. 2, 1 en weer terug op de balk. Hoe was dat? Even chill? Ja, echt relaxed. Hij mag weer weg. Ja. En nu wordt het weer heel eventjes hard wikkelen. En ik zie jullie zo meteen terug bij de volgende challenge. En daarbij kunnen ze dus een kwartier winnen op de balkverbreding. We zijn al, om precies te zijn, 53 minuutjes bezig. Want hier komen 5 minuten bovenop. En het is tijd voor de volgende challenge.
En bij deze challenge kan je 15 minuten van de balk afwinnen. Alleen dan sta je nog steeds op een balk. Alleen dat is de balkverbreding. We hebben een hele mooie bal. En met deze bal mag je proberen te gooien in de korven. Ze staan nu redelijk dichtbij. Ik ga ze iets verder zeggen. Maar het gaat erom binnen hoeveel tries jij raak kan gooien. Dus jij mag beginnen. Als zij het binnen minder tries doen, winnen zij natuurlijk. Degene met de minste tries. Die wint. Moet je erin blijven of mag je eruit stuiten? Nee, hij moet erin blijven. Oh! Hoppakee! Wat? Nice! Two tries! Nice. Boas! Twee tries. Kan je het binnen minder? Oh! Ook twee tries. Jullie staan gelijk, jongens. Is aan de beurt. Tim, als jij deze wint. Ja, dit is misschien een slimme tactiek. Je staat hoger, maar kan hier ook makkelijker uitzuiten. Oh, moet je elkaar ook niet uitzuiten? Nee, dat mag niet. Dat kan wel. Tim, we zitten nu op 51 minuten, dus 1 uur en 6 minuten moet je er weer op. Lekker. Nice. Ja. Tim is gebrand om te winnen en hij heeft geluk, want Lars struggelt al wel, die heeft er geen zin meer in. Ik heb geen zin meer in. Ja, dat. Ik heb er geen zin meer in. Maar omdat het goede doel SOS Kinderdorp is, doe ik het voor de kinderen in het dorp. Ja, en dat is ook een goed motiverend iets. Ik doe weer mee. Ik doe niet meer mee. Zijn jullie trouwens al aan het genieten van deze video? Dan moet je zeker even een duimpje omhoog achterlaten. En abonneer je hier beneden op mijn kanaal. En als jij een leuke andere challenge hebt, wat ik met mijn vrienden kan doen, laat dan zeker even weten. En laat even weten aan welk goede doel jij het gedoneerd had. Kijk eens lekker chillen. 3, 2, 1. En je moet er weer op. Heeft het goed gedaan of niet? Ja, chill. De jongens zitten in ieder geval inmiddels al 1 uur en 11 minuten op. Dat betekent dat een uur geleden precies Timo eraf viel. Voordat we zometeen de volgende challenge aangaan, hebben we een mini-challenge. De komende 10 minuten moeten jullie geblinddoekt op de balk zijn. Je mag zelf kiezen hoe je op de balk gaat zitten, staan, liggen. Geblinddoekt is dit echt makkelijker. Ja. Nou, dat maakt mij niks uit. Neem een slimme positie aan, want de laatste 2 minuten gaat er een kleine verandering komen. We zijn inmiddels al 1 minuutje bezig. Lekker jongens, lekker goed volhouden. Terwijl de jongens nog lekker geblinddoekt zijn, ga ik de volgende challenge klaarzetten. En daarbij moeten ze, als ze iets niet halen, een bepaald aantal, dat is een hele lastige uitleg. Jullie gaan zien wat ik ga doen. We hebben een Nerf gun en we hebben een bekertoren. En zometeen gaan ze om de beurt proberen zoveel mogelijk bekertjes om te schieten. Ze krijgen 3 kansen en hoeveel bekertjes ze overhouden, zoveel push-ups moeten ze op de balk doen. Jongens, het is tijd. Jullie hoeven nog maar 1 minuut geblinddoekt. En die 1 minuut doen we staand. Dus je krijgt nu de tijd om te gaan staan. Maak het voor jezelf makkelijk. Ik heb het net geprobeerd. Als je gewoon rustig blijft staan en niet te veel beweegt, moet het goed komen. Doe slim, doe slim. Ja, ja. Ja, Lars. Lars. Toma, Ivers! Ik haat dit! Lulloos! Dat is genoeg. Ga maar weer normaal, doe je blinddoek maar af. Mag ik hem ook afdoen? Ja, jij mag hem ook afdoen. Wat? Helaas, Lars. Dit zeg. Ja, was dit, vind ik was echt dit moeilijk? Nee, ik verstapte me gewoon, maar ik niks kon zien, Mees. Wacht. Iemand laat mij schrikken. Beest, je bent er daardoor niet afgevallen, Lars. Daarna. Nee, maar daarna, zegt Engelbert als ik opsta. Oh, pas op, dan schrik ik weer. En Boas valt en dan wordt gewoon weer terug omhoog geholpen. De challenge komt eraan. En dat is met deze hele mooie gun. De bekertoren staat klaar. En jullie hebben allebei de kans om 3 keer te schieten. Ja? 3 keer te schieten om zoveel mogelijk bekertjes om te schieten. En omdat Lars er nu van af is, gaan we het iets moeilijker maken. Want Lars kon geen rondje om de balk. Maar Tim en Boas kunnen die wel. Dat betekent, als je meer dan 5 bekertjes over hebt, moet je minimaal 1 rondje om de balk. Maar heb je er minder, hoef je dat dus niet. Hij heeft geen afwijking. Hij was gewoon een beetje zachtjes. Hij gaat soms echt heel hard en soms heel hard. Heel zacht. Heel hard. Boas, poging 2. Ah, die was wel hard. Oh, en dat betekent... Boas, weet je wat dat betekent? Een rondje om de balk. Dat betekent 1 rondje om de balk en... We gaan even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 push-ups. Tim gaat als eerst schieten en misschien schiet hij ook 0 raak. En dan mag je lekker met Boas meedoen. Tim, als je daardoor valt, hè, dat zou zuur zijn. Oh, oh. Hey, er zijn nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 over. Laatste poging. Oh, je hebt er 8 over. Wat betekent ook voor jou een rondje om de balk en 7 push-ups? Wat moet eerst, balk of push-ups? Doen jullie maar allebei tegelijk een rondje om de balk. 1, go. Oh. Je moet dit snel doen, want anders verlies je echt extreem veel kracht en energie. Tim is er op bovenop.
Boas heeft het moeilijk. Boas ja, heeft het moeilijk. Ja. Doorzetten, doorzetten. Voet er anders omheen. Maak de andere kant erop. Nee, want dat is geen rondje. Ja. Dit heb je. Nee. Wel? Been doorwaaien. Dit wordt niet het einde. Oh. Jij komt. Heb hem. Voet eromheen. Nee, dit was geen grond. Goed. Ja, nu je andere been eronderdoor. Ja. Je moet deze er verder overheen doen. Fuck ja. Nee. Nee, je kan dit, Boas. Nee. Tigran heeft gewonnen. Ja, Tipple. Ik ga het geld er even bij pakken. En we zijn, om precies te zijn, anderhalf uur bezig geweest. Want we waren al 5 minuten bezig. Misschien zelfs iets langer. Anderhalf uur op de balk. Het is niet heel lang, maar wel lang als je op die balk zelf zit. We hebben hier het geld voor Tim. Yes. Tim, 150 euro voor jezelf en 150 euro voor... Een goed doel. En wat was het goede doel ook weer? Het goede doel is het WNF. En dat komt eigenlijk door een docu die ik heb gezien. Ik zou iedereen aanraden, maar ik kan geen reclame voor maken eigenlijk. Ik heb de docu gezien en met de natuur helpen we onszelf ook. Dus het komt allemaal bij jezelf terug uiteindelijk. Dus, precies. Daarom. Groen. Gefeliciteerd Tim, je hebt deze challenge, ja, je hebt deze challenge kaart gehaald. Ja. Het ging heel anders dan ik had verwacht, maar ja, dat is vaak zo met deze groep. Het gaat gewoon anders dan dat je denkt. En dat is vaak op een positieve manier. Vandaag ook, Tim heeft het geld gewonnen. 300 euro, 150 euro voor zichzelf en 150 euro voor het WNF. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Vond je deze video leuk? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je nieuw bent. En dan check jullie bij een nieuwe video. Later! We zijn aangekomen bij het stukje waarbij Tim 150 euro gaat doneren aan het WNF. En ik ga jullie even lekker meenemen zodat jullie echt zien dat hij het heeft gedoneerd. Want ja, we zijn natuurlijk niet nep. We gaan het eventjes voor jullie doen. Doneer. Dus het WWF en Tim die gaat lekker doneren. Hier kunnen jullie het zien. 150 eurotjes. Nou Tim, dit gaan we het doen. Voelt ook wel goed, dit. Ja? Is goed, ja, dat is mooi. Dat is mooi. Met jouw bijdrage kunnen we de wereldwijde natuur beschermen en natuur dichtbij. Gewoon bij jou om de hoek. Nou, top. Er staat in ieder geval warme groet. Dus Tim, het is gelukt. Het is gelukt. Ja, top. Dan heb je 150 euro waar je zelf iets leuks mee kan doen en 150 euro gedoneerd aan iets moois. Echt een top, top ding dit, Mees. Ja, goed. Lekker. Dat is mijn motivatie. Als die kids in de stad wonen, super lullig.